bij een nieuwe video. Zoals je hebt kunnen zien aan de titel ga ik vandaag een kookvideo opnemen. Verwacht er niet te veel van. Ik vind het leuk om af en toe een keer een kookvideo te delen, want ik vind koken erg leuk, maar ik bak er niet zoveel van. Heel mooi omschreven, Jill. Hoort precies bij het thema van deze video. Het is een soort van koken voor dummies. Laten we het zo stellen. Ik maak een video koken voor dummies. Want ik ben zelf ook een dummy wat betreft koken. En ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om kookdingen ook te filmen voor jullie. Kan van alles zijn. Je mag suggesties achterlaten voor de volgende keer in de reacties. Wat je graag wil dat ik ga maken. Ik wil dit vaker gaan opnemen. Dus het kan zomaar zo zijn dat je over een aantal weken weer een nieuwe koken met Jill hebt. Weer een stelling van koken met dummies. Maar in ieder geval, vandaag om af te trappen dacht ik, laten we bloemkool gaan maken. Bloemkool is mijn lievelingseten, zoals jullie weten. En ik hou ontzettend van bloemkool. En bloemkool is echt een recept wat echt gewoon gemaakt is voor koken voor dummies. Super simpel, super lekker. I'm in love. Dus we gaan vandaag bloemkool maken. Mocht je mijn vlogs een beetje volgen, dan weet je dat ik inmiddels een vlogcamera heb aangeschaft. Ik gebruik hem pas vanaf de 100ste vlog, dus dat is aankomende woensdag. Maar vandaag ga ik hem gebruiken om jullie mee op pad te nemen naar de winkel om alle ingrediënten te halen, maar ook bloemkool. Deze maaltijd ga ik vandaag voor jullie samenstellen, dus laten we op pad gaan. Let's go! Alle boodschappen zijn gehaald. Nu weer snel richting huis. Het begint te regenen. Dus het wordt ook al donker. Snel eten gaan koken. Maar eerst richting huis. Zo, ik ben inmiddels weer terug van boodschappen doen. Het is al een stukje donker aan het worden. Maar ja, dat is meestal als je gaat avondeten. Ik zal jullie even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Jullie hebben het al een beetje kunnen zien. Maar dan zal ik ook meteen over de prijzen ervoor even vertellen. Allereerst natuurlijk bloemkool. En deze bloemkool was €2,50. Dan een zakje aardappelen om te koken. Deze was €1,50. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een zak aardappelen te kopen die je zelf kunt schillen. Ik ben niet zo'n kei met aardappelschillen, dus ik koop altijd deze. Die gooi je gewoon in de pan. Daarnaast, hetgene wat de bloemkool zo ontzettend lekker maakt. Ik denk dat bloemkool echt een stuk minder lekker zou vinden als dit er niet bij zit. En dat is groentesaus van honing met tuinkruiden. En deze kost 95 cent. En hier kun je echt best wel vaak mee doen. En als laatste het vlees. Dit zijn 3 slavinken. Ik ga vanavond koken voor Manny en Rick. Dus vandaar dat ik 3 slavinken heb gekozen. Deze kostte €2. De aardappels waren in de bonus. En daar kreeg ik 60 cent korting op. En totaal was ik een bedrag kwijt van €6,30. En dat is voor 3 tot 4 personen. Dus dat is best budget. En dan natuurlijk nu het allerbelangrijkste deel. Het koken.
alweer. Geef een like als je deze video leuk vond. Vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Zoals jullie weten ben ik nog allemaal vrij nieuw hier op YouTube. Maar mijn eerste video, mijn kanaal heb ik gemaakt op 4 maart. Maar mijn